Hoe was dat, de eerste training? Ja, ik heb er wel naar uitgekeken, moet ik zeggen. Dus de laatste weken snel gegaan, hard gegaan. Ook mijn aanstelling voor de club. Dan moet je natuurlijk heel goed en in een korte periode voorbereiden. Met spelers, maar ook met de staf. En dan is het mooi dat je vandaag eindelijk kan beginnen. Want dat blijft uiteindelijk het leukste om op het veld te staan. En aan de slag te gaan met de jongens. Mooi onthaal, vuurwerk erbij. Ja, alles erop en eraan. En ja, dat is mooi om te zien. Ik heb natuurlijk ook gezien wat er gebeurd is de laatste wedstrijd. Dat heeft alle ADO-mensen heel veel pijn gedaan, denk ik. Alleen ja, je ziet dan ook wel weer de wederopstanding van ook van de supporters. Maar ik zie dat ook bij de spelers. Ja, dat die droom en die wensen er nog steeds heel erg is. En daar gaan we met z'n allen keihard aan werken. Is er dan nog een klein beetje spanning of lekkere wedstrijdspanning, hoe je het noemen wil? Ja, ik heb nooit in mijn leven een gevoel van druk. Maar het voelt altijd wel weer prettig als je, ja, als je het veld op mag. En als je ambities waar mag maken. En voor mij is dit mijn eerste aanstelling als hoofdtrainer. En daar heb ik heel erg naar uitgekeken. En daar ben ik ontzettend klaar voor. Dus dan voel je wel de adrenaline. En het is fijn om eindelijk begonnen te zijn. En wat me opviel in de eerste training is dat je gelijk al heel erg wedstrijdgericht bezig bent. Noem een naam, coachen, vooractie. Ja. Ze komen net uit Ibiza sommigen, hè? Ja, ja, nee, dat klopt. Alleen we hebben wel gekozen voor een hele rustige opbouw. Ik denk als je de training gezien hebt dat heel rustig was. Alleen ja, je wilt toch al bepaalde dingen meegeven, bepaalde kenmerken. Zodat dat voor de jongens duidelijk wordt. En iedereen gaat herkennen wat we van elkaar vragen. En dat zijn vaak hele simpele dingen. Zoals de paarse trapvorm waarin je een naam noemt en een vooractie maakt en om de bal vraagt. En ook aangeeft wat je wil, kaatsen of draaien of een derde man inspelen. Hele simpele dingen, maar daar wil je vanaf dag 1 wil je dat erin krijgen. Zodat we allemaal straks dezelfde taal spreken. Ben je blij met hoe de ploeg er nu voor staat? Met en Verheid erbij en Assante erbij. Klas, Breinburg die erbij gaan komen straks. Ja, nee, ik ben heel erg tevreden over wat we de afgelopen weken met elkaar bereikt hebben buiten het veld. Wat je zegt, de namen die hier al op het veld stonden vandaag, daar ben ik blij mee. Nou, daar komen een aantal namen nog bij en we zijn heel hard aan de slag met zowel het elftal, dat noem ik de spelers, maar ook met de staf die we eigenlijk op één naam na al helemaal rond hebben. Niet iedereen was hier vandaag aanwezig. Dus we hebben heel hard gewerkt en ik ben heel blij met de daadkracht ook van de club. Je merkt echt aan alles dat we vooruit willen en dat is wat ik ook wil. Die ene naam, heb jij hem al in je hoofd zitten wie het wordt? Ik heb je wel linker in of rechterhand? Ja, mijn tweede assistent, die heb ik zeker in mijn hoofd. Alleen dat is nog niet bekend, dus dan is het niet verstandig om daar namen over te noemen. Het is belangrijk, wat ik al zei, dat een assistent is die iets toevoegt. En ik weet zeker dat deze persoon dat gaat zijn. En hopelijk kunnen we die naam snel bekendmaken. Tot slot, laatste vraag. Kishna, het is niet gelukt om hem binnen te houden. Bouw je daarvan? Ga je het nog proberen? Ik heb meerdere malen contact gehad met Ricardo. Ik wil hem graag nog een keer spreken. Maar als Ricardo zelf de keuze maakt om het buitenland te verkiezen voor Nederland. Ik weet dat hij heel erg gecharmeerd is van ADO. Dat het voor hem ook een wens is om te promoveren met ADO. Maar het is natuurlijk een kwalitatief hele goede speler die van een hele vervelende blessure heel lang heeft moeten revalideren. En hij heeft nog een paar jaar te spelen. Dus het allerbelangrijkste voor een speler is dat hij hetzelfde gevoel heeft. En dat hij voor 100% voor een club kiest. En als dat voor ADO had geweest of is, dan met heel veel liefde. Maar als dat niet is, dan moeten we dat respecteren. En een paar klappen achter me. Ik ken hem niet heel goed, wel een paar keer met hem gesproken. Maar als mens gun ik hem natuurlijk ook het allerbeste. Maar ik kan nog één belletje van jou verwachten. Ja, zeker. Want ik ben natuurlijk heel druk geweest met de voorbereidingen. En ik heb wel via mensen van de club vernomen dat hij het buitenland verkiest boven Den Haag. Maar ik wil dat ook nog een keer graag zelf van hem horen.